Maar zolang dat niet iedereen in Nederland zichzelf kan zijn, blijf ik strijden, Mr. Gay of niet. Nou, dan ben je wint, hè? Kijk, dat moeten we hebben. Een regenboogvlag is zonder beugel. Wat je ook ziet is dat ze, een van de mailtjes die ik kreeg was, wij steunen geen enkel goed doel, dus ook dit goed doel niet. Dus ik heb gereageerd van, de laatste keer dat ik gezegd heb, de LHBT-gemeenschap waren gewoon mensen, maar inwoners van je gemeente, dat was geen goed doel, hè? Het is niet zoiets als het kankerfonds of zo. Dat je met een bus langs de huis gaat, dan heb je heb je een muntje voor de homo's. Dus je merkt dat er heel erg gezocht wordt naar redenen om het niet te doen door de tegenstanders. Dat komt vaak gewoon vanuit een principieel standpunt en niet vanuit argumenten. Maar ze bedenken ze wel. Want ze snappen dat het eigenlijk not done is om ook te zeggen van ik ben tegen de homo's. Dus ik merk wel dat er veel reactie dat het op. En dat is goed, want je moet de maatschappelijke discussie aan de gang houden en iedere keer opnieuw beginnen. En totdat het normaal is dat iedereen zichzelf mag zijn. Als we daar zijn, dan doen we top. Maar we hebben een beetje het probleem van de remmende voorsprong in Nederland. Hè. Dus we waren in 2001 de eerste met het huwelijk openstellen voor iedereen. En iedereen mocht op dezelfde manier trouwen. Dat is natuurlijk fantastisch. Hè. Geen homohuwelijk, maar gewoon één huwelijk voor iedereen, zoals het zou moeten zijn. Niet iets apart voor homo's of apart voor hetero's, maar gewoon iedereen hetzelfde. Ja, dat is natuurlijk het summum waar je naar streeft. Maar om dat erdoor te krijgen, hadden we uiteindelijk toch weer beperkingen op het gebied van adoptie, beperkingen op het gebied van gezinnen, beperkingen op het gebied van erfrecht, beperkingen op... Dus we gingen er allerlei beperkingen aan toevoegen voor stellen van het gelijke start. En we hebben dus een beetje we zijn een beetje lui geworden. Het is toch allemaal goed geregeld in Nederland, dus waar maak je nog druk op? De maatschappij is er nog wel veel te winnen, hoor. Ja, er is nog heel veel te winnen in de maatschappij en daar wil ik me voor inzetten. Alleen het wordt steeds minder zichtbaar, hè? En hoe minder het zichtbaar wordt, hoe minder de urgentie er is bij mensen om er ook iets aan te doen. Maar zolang dat niet iedereen in Nederland zichzelf kan zijn, blijf ik strijden, Mr. Gay of niet.